Hallootjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Friet van Frank. Ik ben Friet van Frank en in deze serie vertuur ik iedere vrijdag een andere snack. Deze week de lumpia aan de beurt. De lumpia, je kent hem ook wel als het gefrituurde envelopje. In de lumpia zit vaak vlees en vooral veel groenten. Je zou het dus ook een saladerol kunnen noemen. Een lumpia zelf maken is erg makkelijk en er zijn op veel plekken te koop. Vaak verkopen ze bij de Vietnamese op de markt zelfgemaakte lumpia's om thuis af te frituren. Het woord lumpia komt uit het Indonesisch. Het is weer afgeleid van een Chinees woord lumpis, wat zachte pannenkoek betekent. In veel Aziatische landen worden lumpia's gegeten, maar vaak zijn dit ongefrituurde lumpia's. Zoals de lumpia's die in Vietnam worden gegeten. In Vietnam worden lumpia's gemaakt van rijstvellen gevuld met verse groentes. Naast Indonesië en in de Filipijnen zijn er nog maar drie landen waar lumpia's worden genoemd, namelijk in Nederland, België en Venezuela. Met de lumpia, en vooral met deze lumpia, hebben we geluk, want deze moet, omdat die vanuit de vriezer komt, 9 minuten in het vet. Dat wordt dus optimaal genieten en tot rust komen in de komende minuten.
Mijn saustip voor bij de lumpia is sambal. Veel sambal vooral. Verder eet je een lumpia net zoals een kaasvlee. Je begint bij de randjes, want die zijn nog niet zo heet. En langzaam ga je naar het middenstuk toe. Dat was het voor vandaag. Klik ook eens op de abonneerknop. Of als je die niet kunt vinden, klik eens op het belletje. En laat wat comments achter. En laat wat comments achter voor welke snack je graag terugziet in de volgende kooksessie.